Deze week ben ik jarig. En omdat ik net 100.000 abonnees heb gehaald, wil ik maar één ding. Helemaal los en zien en gezien worden met de bekendste YouTubers van Nederland. Het liefst met de allergrootste Enzo Knol. Maar als ik hem zomaar uitnodig, komt hij natuurlijk nooit. Dus grijp ik terug op mijn strategie van vroeger. De enige manier om het populaire meisje op je verjaardag te krijgen, zorgen dat de beste vrienden er ook zijn. Mijn plan? 50 YouTubers uitnodigen voor mijn verjaardagspizza party, zodat ik Enzo kan overhalen om ook te komen. Ik kan vast verklappen dat de YouTubers mijn berichten gaan lezen, dus het is aan mij om ze te overtuigen. Om Enzo binnen te halen, moet heel YouTube Nederland eraan geloven. Te beginnen met... JJ Boske. Redelijk lopen spammen al. Ja, dat is een aardige historie met de beste man op Instagram. Maar hij heeft nooit meer gereageerd. Nee. Hij volgt me wel, dus ik denk dat hij dit wel gaat zien. Jij staat al sinds day one op mijn verlangenlijstje. Zie ik je op mijn verjaardag. Zeg jij verlangenlijstje? Is het verlanglijstje? Ik zeg verlanglijstje. Nou, polletje. Laat even in de comments. QC. Q. Zie ik je volgende week op mijn verjaardag? Q. Zie ik je volgende week. Q. Zie ik je volgende week. En jij denkt dat hij gaat komen? Dennis Schouten. Man, ja. Heb even onze steun nodig. Pas een paar klappen gehad. Een van mijn spionnen heeft aangegeven dat jij heel graag bij ons op een pizza party wil komen. Nou, je bent welkom. PS, je mag Jan meenemen. Hoeft niet. Niet per se. Mag wel. Je mag hem meenemen. Rijk Hofman, broer van Tim. Ja, je toch? Weet wie dat is? Ja, is de broer van Tim Hofman, toch? En verder? Hij is bekend. Je broer kan niet, dus vragen we jou. Kom je gezellig op mijn verjaardag? Wel een beetje lullig dit, pap. Ik wil alleen maar positieve content maken. Onze content moet altijd positief zijn. Geen afzeik content. Nooit afzeik content maken. Wat doe je? Ga je dit soort berichten sturen? Kom aan. Oh, wacht. Ik zal het even oplossen. Nee hoor, Rijk. Geef niks verder. Even goede vrienden. We houden van je. Nou. Tot dan. Rijk. Het is hartstikke leuk als je komt. I got you. By the way, als je komt, misschien wel leuk als je gewoon je broer meeneemt. Oh ja, PS. Kan Tim toch? Ja. Dan is het prima als je thuis blijft, als Tim maar komt. Ja. Of neem hem gewoon mee, ja, kan maar zorg dat Tim komt. Kijk maar even wat jij doet. Marijn Kuipers. Ik wil niet bekend staan als die kerel met die grote pizza's, maar je bent van harte welkom op een pizzafeestje. Zie je dan. Tobias Kamman. Ja, deze man is een fijnproever, hè? Die houdt wel van goed eten, die heeft er verstand van. Kookboek gemaakt. Ik hoop dat je Kamman, snap je, als in Kamman. Ik vind hem zelf erg leuk. Sorry. Nee, een beetje flauw, dus ja, ik zal het eventjes goed proberen te maken. Sorry Tobias, maar come on. Je bent er wel bij, toch? Boas. Boas van Borgelen. Ja, de trampolineman. Die had jou al een leuk berichtje. Ja, hij heeft al een keer gereageerd, dus we hebben contact. Boas, het lijkt me hartstikke leuk als jij ook op mijn verjaardag komt. PS, de buren hebben net een nieuwe trampoline. Flotsa. Flotsa? Dat zeg je als je een berichtje verstuurt, zeg je Flotsa. Flotsa. Flosnos. Flosnos. Dieltje. Het is een beetje fout als je als 53-jarige dames van begin 20 gaat uitnodigen voor je verjaardag. Dat kan echt niet. Dus jij maar ik doen. Wel vanuit zijn naam. Ja, dat is dan. Ja, hey Dieltje, ik vier mijn verjaardag voor YouTubers. Helemaal leuk, zie ik je daar. Kletsen we lekker verder. Gezellig. Hoi. Hey, tot straks. Praten we lekker bij. Gezellig. Hoi. Slaat ik helemaal nergens op dit. We DM'en nog wat meer YouTubers en heel eerlijk, het lijkt te werken. Want ik kan je vast vertellen dat we gewoon wat reacties hebben binnengekregen. We hebben maar een paar goede namen nodig om Enzo te overtuigen. En dan zit ik straks gewoon met de grootste YouTuber van Nederland op mijn verjaardag. Het plan loopt als een trein. Nog 5 dagen tot mijn feestje. Onze uitnodigingen zijn niet te weigeren. Althans, dat zou je denken. JJ Boske heeft ons berichtje gezien, maar niet gereageerd. Gelukkig deden 2 anderen dat wel. Boas en Dennis hebben gereageerd. Even kijken, Boas. Hij zegt, haha, wat top. We moeten ook nog steeds samen een keer pizzas bakken. Doen we een wedstrijdje. Ik kan er 8 tegelijk. Die is erbij volgens mij. Gezellig. En we hebben een reactie van Dennis. Hij zegt, haha, ik heb wel eens een filmpje van u gezien. Hij is gewoon een abonnee. En u. Respect. Ja, keurig jongen, keurig jongen. Maar hoe komt u hierbij? Nou ja, heel YouTube Nederland komt. Leuk dat je er ook bent. Groetjes aan Jan. De eerste namen zijn binnen. Nu doorpakken naar de grote jongens. Tijd voor het zware geschut. Bram Krikker. Een grootheid. Zo, echt op wel. Op social media in Nederland. Zeker. Maar vroeger, als je iets wilde, dan ging je naar mama toe. Mag ik een zakje chips? Yep. Ja, van papa mag het. Ja. En dan ging je naar papa. Kom niet naar mij. Maar mama mag het. Ja. Van mama mag het. Dat doen we nu bij Bram. Kom maar. Okay. Hey Bram, kom je op mijn feestje? Stefan komt ook. Hey Stefan, kom je op mijn feestje? Julia komt ook. Hey Julia, kom je op mijn feestje? Sean komt ook. Hey Sean, kom je op mijn feestje? Bram komt ook. Julian. Boom. Alle 4 aanwezig. In de pocket, in de tas. Die zijn er gewoon bij. Gezelligheid. Mr. Beast. The goat, they're goats. Dieren Shimmy. Wat zo heet hij echt, hè? Shimmy. Ja, dat is altijd goed, hè? Iedereen zegt Mr. Beast, maar wij zeggen gewoon Jimmy. Jimmy. Dan onderscheid je, dan laat je al zien van, joh, wij... Please come to my party. We have free pizza and free wifi.
Belangrijk. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Dan kan hij gewoon video's blijven uploaden terwijl hij hier zit. Hij komt graag in Nederland, heb ik gehoord. Is het zo? Nee, weet ik niet. Joel Beukers. Groot voorbeeld van jou of niet? Zeker, ja. Ik lijk ook wel een beetje op hem. Kom je nest uit! En eet even gezellig een pizzaatje mee op mijn verjaardag. Van harte uitgenodigd. Bicep emoji, hartstikke idee. Die gaat erbij zijn hoor. Jade Anne. Ken je Jade Anne? Nee, ik heb er nooit van gehoord. Je hebt iets meer volgers dan jij. Nou, ik denk dat zij wel... Zijn er wel heel veel die er veel meer hebben dan ik. Zelf ken ik je helaas nog niet. Ik geef een feestje voor allemaal YouTubers. Je bent van harte uitgenodigd. Maar waar zou ik daarvoor moeten kennen dan? Ja, zij is soort van ook de halve vriendin, wel niet van Gio. Gio? Ja, de Anne komt ook. Glow Movies. Ga ze even in stijl een uitnodigingetje tikken. Moment, daar gaat die. We gaan vandaag een feestje vieren. Niet vandaag. We gaan volgende week een pizzafeestje vieren. Komen jullie ook gezellig? Groet Erik. Dylan Hagens. 10 manieren om mensen uit te nodigen voor je verjaardag. Op 1. Je stuurt ze een DM'tje. Bam. Eric, hij maakte de grootste pizza ter wereld. Pizza emoji. Rammen oh, met mijn moeder belt. Hoi mam, je zit live in de uitzending. Zeg even hoi. Dat wil ik echt niet, Jan. Nee. Je bent geprankt voor YouTube. Ja, doei. Later, jongen. Nee, mam. Nee, waar bel je voor? Je bent geprankt voor YouTube. We DM'den nog meer YouTubers, waaronder Ryan Trahan. Een Amerikaan van wie we dit hele idee schaamteloos gejat hebben. Waarschijnlijk reageert hij niet, want hij is echt mega. Maar misschien ook wel, want ik heb net weer een reactie ontvangen. En dit keer van een van de allergrootste van Nederland. Nog 2 dagen tot mijn feestje. Het loopt nog niet echt storm. De meeste YouTubers negeren mijn berichtjes volledig. Maar eentje niet. Bram Krik heeft gereageerd. Dat is wel echt sick. Nice. De koning. Het is toch dik dat hij gereageerd heeft? Ja, zeker. Hé, dit is bizar. Ik had het niet verwacht. Hij heeft 1 miljoen volgers op Insta. Miljoen? Hè? Hoeveel DM's krijgt hij? Reageert hij gewoon op die mafcase? Wij krijgen al best wel veel DM's en zo. Terwijl wij... Nou, dat hebben we op Insta helemaal niks. Nee, dus gaan we vervolgen op Insta, jongens. Als je dat nog niet deed. Maar oké, wat zegt Bram dan? We gaan eens even kijken wat hij te vertellen heeft. Bram Krikke, kom maar door. Erik, wat voor feest is het? Moet mijn zwemkleding mee? En complimenten voor je video's. Ik kijk ze met veel plezier. Ah, oh, dat vind ik echt heel vet. Dat is wel echt goud, ja. Dat vind ik echt heel vet. Thanks voor het compliment. Zwemspullen in principe mee, maar ik verklap niet wat we gaan doen. Nou, die komt hoor. Er is toch nog een kans. Het kan gewoon lukken. Dus snel door naar een van Enzo's goede vrienden. Dutch Performante. Jij kent hem toch? We hebben hem wel 1 keer ontmoet. Beste Dutch. Zo heet hij ook. Dat Dutch. Is zijn voornaam. Toch? Dat kan. Ja. Oh ja, jij kent hem echt goed, nee, inderdaad. Ja. Volgens mij is dit een fanaccount. Maar alsnog ben je van harte welkom. Echt? Kan je het laten weten aan Dutch zelf? Nou ja, moeten we goed komen toch? Ja. Laat maar weten. Hoi hoi. Ja, meneer Performant is ook uitgenodigd. Ik denk als hij komt moeten we wel even valet parking regelen. Valet parking, ja die komt met zo'n dikke Lambo. Valet parking, dan gaan we cheffen voor hem. Over dikke auto's gesproken. Daan Boom. Daar zie je al dan zo kom ik bij mijn show aan. Bean. Komende dinsdag ben ik jarig. Kom je ook op mijn verjaardagsfeestje? Tour de Tietema. Die delen altijd pizza uit bij de Tour de France. Nou, nu hebben ze een eigen wielerteam. Jullie hebben nu genoeg pizza's uitgedeeld. Hoog tijd om er een paar bij mij te komen eten. Ik zie je op mijn feestje. Zeg je wielrennen? Dan zeg je België. Er moeten ook Belgen komen. We hebben Belgische kijkers. Dus dan zeg je het. Dat is toch schoon? Is het. Ik stel voor gewoon... Amai. Gerard Joling. Ik heb wel een goed berichtje voor Gerard. Gerard Jolin. Zing met me mee! Op mijn verjaardagsfeestje, onder het genot van een pizzaatje, van harte welkom. Matti van de Bankzitters. Hier ook al een redelijke geschiedenis. Ja, zij hebben met de Bankzitters een video gemaakt dat ze de grootste pizza van Nederland gingen maken. En toen zei Matti ergens halverwege... Zei hij dit. Ik hoor niks. Kennen jullie chef Erik? We dagen hem uit om een grotere pizza te maken. Sorry. Dat was hem. Al even de technische, de redactie zat even niet op te letten, regisseur. Hoi, kom op. En dus ging ik hem benaderen van, hey, leuk, vind ik hartstikke goed idee, gaan we doen. Compleet geghost. Dus Matti voor de Bankzitters, wees... Welkom. We DM'den nog een aantal YouTubers tot we vlak bij Enzo waren. Nog 1 dag tot mijn feestje. De ingrediënten zijn in huis, nu Enzo nog. Ik heb meer YouTubers nodig, maar slecht nieuws, ik word genegeerd. Dus besluiten we om een leveltje omhoog te gaan. Kijk, een berichtje kan je nog negeren. Maar wat nou als ik ze aan de telefoon heb? Dan moeten ze wel, toch? Ik ben benieuwd of die op me uitkomt. Denk ik wel. Ja. Yo. Hey Jesse, met Erik van der Kooi spreek je. Hey. Hi, ik wilde je uitnodigen voor mijn pizza party.
Oh shit, ja, dat is wel een beetje kort dan. Ja, I know, I know. Ook weinig succes. Maar ik heb nog één troefkaart waarmee ik Enzo zeker binnenhaal. Want let op, na uren onderzoek kwam ik erachter dat één gozer steeds blijft opduiken rondom Enzo. En verrek, ik was laatst gewoon bij die gozer te gast in een podcast. Dus besloten we hem nog één keer te proberen. En dit keer lieten we niks aan het toeval over. We staan bij het huis van Milan Knol, de broer van Enzo. Ik heb even een prachtige handgemaakte uitnodiging in elkaar geflanst. Onze stoere Erik wordt er weer 636 maanden. Viert gezellig mee onder het genot van een pizzaatje. Dus ik stel voor dat jij eens even gaat overhandigen, pap. Ik ga even aanbellen. Gelijk met de camera op zijn neus. Ja, dat zal hij wel gewend zijn. Is er weer nog thuis? Ik lijk er niet op, hoor. Hey, goedemiddag, Milan. Hi. Goedemiddag. Hey, ken je me nog? Jazeker. Gelukkig. Ja, dat ben ik ook vergeten. Hey, ik heb hier een fantastische uitnodiging voor mijn verjaardag. Oh. En een feestje dat ik ook 100.000 subs heb gehaald op YouTube. Leuk. Ja, toch? Ja. Met deze? Het is morgen al. Het is morgen. Morgen? Ja. Oh, ja, we zijn een beetje laat. Ja, dat wordt krap. Ik zal kijken of ik het kan redden. Top. Nu denk je misschien dat dit het was. Maar natuurlijk niet, joh. Dit was slechts stap 1 van onze troefkaart. Enzo zelf moet nog worden uitgenodigd. En wie kan dat nou beter doen dan zijn bloedeigen broer? Oh ja, we hadden nog één vraagje. Want de koning van YouTube Nederland moet er ook bij zijn. Maar ja, die kennen we niet. Aha. Jouw broer. Ja. Dus we hebben nog een uitnodiging. We hebben er gewoon nog eentje. Dus eigenlijk willen we gewoon dat jij Enzo uitnodigt. Ah, oké. Of jij die aan Enzo. Ja. Wie komen er allemaal op? Ja, Bram Krikke. Wie nog meer? Nou, dat was het wel, hè? Ja. Het plan is voltooid. De enige vraag die nu nog rest, gaan ze ook echt komen. Maar eerst... Maar dan wil ik over een koffie. Zullen we even een bakje doen? Ja, ja, is goed. Ja, feestje is in volle gang, jongens. Het overtje is heet, muziek zit aan, het zonnetje schijnt. Gekhuis! Het is nog niet heel druk. Nee, het is nog vrij rustig. Ik ben wel benieuwd of Enzo nog komt. Ja, ga ik wel vanuit, ga ik wel vanuit. Enzo, ja, Enzo, tot zo. Zie je zo, jongen. Ik hoor wat op het pad. Volgens mij hoor ik het grind. Dat moet haast Bram Krikke zijn. Ja, dat is Bram. Ik herken zijn loopje. Er komt iemand, hoor. Yes! Kijk nou! Hey! Ja, gezellig. We gaan lekker pizzaatjes bakken, jongens. Nou, oké, jongens. Ik zag natuurlijk heus wel een beetje aankomen dat er helemaal niemand zou komen met idiote uitnodigingen. Het zijn vast allemaal hele leuke mensen, maar gewoon lekker pizzaatjes eten met mijn eigen gezinnetje. Ja, wat vind je nou nog meer? Ik bedoel, ik heb nu dan 100.000 abonnees. Echt mega veel dank daarvoor. Maar ik ben ook gewoon maar een gozer zoals jij. Jij bent echt net zo waardevol en leuk als ik, of welke YouTuber dan ook.